in de categorie Jeugdsportstimuleringsprijsmeisjes 2023. Zij maakt salto's, weerkaatst tegen muren en vliegt door de lucht. Isa Smits. Zij vliegt op, over en boven het ijs. Jolanda Vos. Haar haal je niet in. Sarah Verhoef. Deze sportvrouw overtreft de circusartiest Liona Marcelis. Bij Freerun kies je zelf je trick en waar je deze doet. De 14-jarige Isa wordt voor wedstrijden en video's gevraagd. Ze wordt de jongste deelnemer, Nederlands kampioen. Freerunner style. Isa heeft haar angsten overwonnen, wil haar repertoire verbreden, deel uitmaken van Team NL en wereldkampioen worden. Maar ook meiden inspireren voor Freerun! Jolanda is 5 als ze gaat kunstschaatsen en nog net geen 6 als ze haar eerste wedstrijd rijdt. 11 jaar later wint ze het NK en mag deelnemen aan de Grand Prix in Budapest. Het ijs is keihard, weet Jolanda uit ervaring. En ze werkt keihard om haar sprongen en pirouetten te verbeteren. Haar droom? Olympische Spelen. En samen met teamgenoten Loene Hendricks naar EK, WK en de Grand Prix. De weg, door zand of bos. Roodrunner Zara, 10 jaar, houdt van hardlopen en afwisseling. Ze heeft al 30 wedstrijden gewonnen. De 10 miles, de kruikenloop, tweede bij het NK atletiek op de baan en vierde bij het NK cross. Ze wil nog sneller worden, met meer kracht, techniek en tactiek. En goud op de Olympische Spelen. Acrobatiek en nauw samenwerken. Liona, 16 jaar, groeide als turnster uit tot acrogymnast. Al dansen, salto's maken en torens bouwen. Dat doet Liona zo goed dat ze NK werd, 7e op het WK en gekwalificeerd is voor het komende WK. Zij wil de triple uitbouwen, schitteren op het WK en genieten van deze prachtige sport.